tell us a little bit about your experience with the staff and the service at ProgenCell? De service van de ProgenCell die is volgens mij hartstikke goed. Als je geboekt hebt, dan krijg je keurig netjes per mail de bevestiging. En in die bevestiging zeggen ze precies wat je allemaal te wachten staat. Vanaf het vliegveld tot aan dat je weer vertrekt. We hebben hier mooi formulier krijgen toegestuurd waar alles perfect op staat. Can you tell us a little bit about your experience doing stem cell therapy at ProgenCell? Op de dag zelf, als je geholpen wordt, dan word je van San Diego opgehaald en dan ga je met een privéchauffeur naar Mexico. In de kliniek word je ontvangen, keurig netjes. Je moet je formulier even invullen, tekenen. Je wordt gerustgesteld. Wordt je verteld wat er allemaal gaat gebeuren. En tijdens de behandeling zijn de dokters uiterst zorgzaam en secuur om je te vertellen wat je allemaal te wachten staat en wat er gaat gebeuren. Nou, als de verzorging geweest is, dan ga je weer netjes wat je weer naar huis toe gebracht. En de volgende dag wordt er ook nog even gebeld van hoe het met je gaat. Dus die zorg is op zich keurig netjes geregeld. Please tell us about your trip to Mexico and if Tijuana is safe from your point of view. De reis van San Diego naar Mexico, dus over de grens. En het is een hele drukke grens waar je overheen gaat. De heenweg valt er wel mee, daar ga je er vlot overheen. Maar de terugweg, dan zie je files van 5, 6 kilometer, misschien al 10 rijen dik, die weer terug willen naar Amerika. Nou, als patiënt heb je een medisch paspoort en dan ga je langs die drukke files heen, via de bypass, kom je bij de grens. En in een kwartiertje, 20 minuten, passeer jij met je privéchauffeur de grens. Op zich allemaal heel veilig en safe, dus je moet niet denken dat je daar, je hebt daar geen onveilig gevoel. What is your medical condition and how do you felt before the procedure and how do you feel now? Mijn knieën zijn van die aard dat ik een aantal jaren terug, een jaar of 4-5 geleden, behoorlijk last heb en niet meer goed kon sporten. En ik mag graag sporten en ik wou toch een poging doen om te kijken wat ik nog kan verbeteren in mijn knieën. Ik heb toen de gok genomen om die stamceltherapie te laten toepassen. En het is zelfs na 3 behandelingen was het zelfs zover dat ik 5 à 10 kilometer weer kon hardlopen. Ik heb zelf een klein beetje te veel gedaan, toen is het weer iets teruggevallen. Ik heb nu weer een nieuwe behandeling gehad met een toevoeging erbij in de knieën. En dat voelt op zich op dit moment goed, het is net gebeurd. En ik heb de verwachting dat ik straks weer misschien wel niet de marathon ga lopen, maar wel weer fatsoenlijk kan wandelen en dingen ga doen die ik graag zou willen. Is there something else that you would like to share with people thinking about stem cell therapy? Wat ik toch erg positief vind, en dat is vooral de eerste keer, de ervaring die ik daarin heb, is dat mijn hele medische dossier werd opgestuurd naar de doktoren, die daar een eerlijk advies hebben gegeven. Ik had ook rugklachten, ze zeggen, dat is niet wat voor ons, maar je knieën, daar kunnen we je aan helpen. Ze geven daar een vrijblijvend advies op, wat mogelijk is, en pas daarna ga je beoordelen van, ik maak wel of geen gebruik van de medische handelingen die mogelijk zijn. Dus op zich vind ik dat heel positief dat ze daar vrij blijven naar kijken. De ervaring die ik heb met ProgenCell kan ik zeggen dat je wordt geholpen en behandeld door aardige, vriendelijke mensen die kennis van zaken hebben, die weten waar het om gaat, die heel zorgzaam voor je zijn en die ik bij iedereen kan aanbevelen.